Je infiltratiemissie is een succes geworden. Heb je de Wishing Stars? Wat? Yo Nintendo fans en yo Rickertje Army, wil je ook bij de Rickertje Army? Druk op die abonneerknop hier beneden, is gewoon gratis, dus kan je gewoon doen. En welkom op je favoriete Nintendo kanaal waarbij we verder gaan met Pokémon Sword and Shield, waarbij we terug moeten naar Professor Sonja. Die zijn gewoon even haar laboratorium binnengedrongen en die vragen nu om alle Wishing Stars en ze willen nog steeds dat verroeste schild niet teruggeven. Dus we gaan die Pyukumukus eens even op hun kop geven. What up Pyukumukus? We weten dat de Wishing Stars van Professor Roos hier allemaal zijn. Wij bekendheden hebben heel veel inzicht in dat soort dingen. Ja, en je hebt nog steeds lelijk haar. Hallo broertje. Jullie niet-bekendheden die mogen zulke belangrijke dingen niet in je bezit hebben. Geef ze aan ons! En Sonja zegt, Wishing Stars en een bekendheid zijn, die hebben niks met elkaar te maken. En Sonja zegt, nou, er is geen enkele manier waarop ik ze aan je ga geven. Magnolia, die is er ook, die zegt, inderdaad, je kan nooit snappen hoe belangrijk deze Wishing Stars zijn. Je hebt ze niet eens nodig. En Swordwood zegt, oh, jeez. Wat moeten we doen, jonge broer? We zijn niet echt overtuigend geweest, oude broer. Wat? Iemand begint te lachen. Ah, kijk, Hoppy is er. Oh, het was niet overtuigd. Inconvenienced? Anyway. Sonja zegt Hop. Nee, Hop. Hop die is gelijk helemaal loco, hè? Die zegt, Pokémon laten Dynamaxen tegen hun wil in. Nu ben je echt te ver gegaan. Hop gaat je nu aanpakken, vriend. En ik ben nog steeds niet vergeten dat ik dat geroeste schild terug moet krijgen van je. En Swordwood zegt, nou, ik had verwacht dat de kampioen zou komen. Maar ik had niet gedacht dat een loser erachteraan zou komen. Moet ik je weer eventjes vernederend gaan verslaan? Keep your head straight, man. Laat die woorden niet in je hoofd zitten. En Pierce zegt ook, inderdaad. Je hebt gewoon een gevecht verloren, maar verlies niet. Je spirit. En Hop zegt, oké. Come on, we gaan ze samen verslaan. Hop noemt ze weirdos. En nu worden ze gek, hè? Weirdos? Oh, dat doet me pijn, oudere broer. Om weirdo genoemd te worden door deze gekke mensen. Inderdaad, wij zijn van royal bloed. En dit zullen we ze niet vergeven. Deze keer hebben we sterkere Pokémon meegenomen om jullie mee te verslaan. Ja. Dat zullen we nog wel eens zien. Bronzong. En Golisopod. Ik heb Colossal en Hoppy heeft Dubwool. Ik ga lekker Incinerate doen, want dan raak ik ze gewoon lekker allebei. Dubwool begint met Double Edge. Oké, that's not very effective. Had je beter op de andere Pokémon kunnen doen, Hop. Wanneer leer je het nou eens een keer? Ik krijg Liquidation op mijn bakkes en dat is niet tof. En dat is een one-hit KO. Oh, dit is geen fijn begin, jongens. Ik moet even die Golisopod uit de weg ruimen, dat merk ik al. Let's go. Dubwool doet weer een Double Edge. Dat is gewoon de snelste Pokémon. Dit is een critical hitje, dat is lekker. Dubwool krijgt natuurlijk zelf ook pijn. Oh, ja, dat zal balen eigenlijk. Ja, nu is die weg. En nu doe ik overdrive en nu is het alleen niet super effective. Dus ja. Oh, Bronzong gaat hypnosis doen op Dubwool. Oké, inderdaad. Samen zijn ze wel even iets sterker, jongens. Dit zal balen. Met mijn overdrive kan ik ze alsnog allebei raken. Maar net zijn ze allebei niet down. We krijgen nu een Iron Head. Nee, Dubwool krijgt een Iron Head op zijn bakkes. En Bronzong doet extra sensory. Dat is weer super effective op mij. Ja, dit wordt een pittig battletje, jongens. Dubwool is in ieder geval wakker geworden. Die doet double kick. En Bisharp is down. Dat is lekker. Maar Bisharp had ik ook kunnen slopen. Hop. Die had ik met mijn overdrive ook gesloopt. Als jij nou je aanval had gedaan op Bronzong. Eternals gaan naar level 62. Als jij nou even je move op Bronzong had gedaan. Want oké. Gelukkig. Ik krijg een critical hit. Ik had misschien Bronzong niet gesloopt. Maar als hij zijn move nou op Bronzong had gedaan, was Bronzong ook dood. Dat was gewoon iets zekerder geweest. Anyway, ze zijn allebei kapot. Nu krijgen we Duo Blade. Ze hebben allemaal Steel-type Pokémon. Ja, dat is wel balen. Dat mijn Colossal kapot is. Dit gaat Toxtricity ook allemaal niet overleven, ben ik bang. Dubbel doet nog een keer Double Edge. Dat is lekker. Die is bijna down. En nu Overdrive. Kijken of we Phalanx kunnen slopen. Nee, kijk, het is allebei net niet. Dat is jammer. En nu gaan wij allebei down. Dubbel gaat down en waarschijnlijk ga ik ook wel down. Tenzij die Duo Blade zichzelf gaat beschermen. Ja, daar ging Dubbel. En kijk, hij doet Sacred Sword. Dat overleef ik. Dat overleef ik. Lekker. Ondertussen is Inteleon van de partij. Oké, Inteleon, doe maar even op Duo Blade als jij sneller bent. Op Duo Blade. Ja? Doe je hem op Duo Blade? Ja? Heel goed. Heel goed. Kijk, die is in ieder geval down. Phalanx kan ik slopen. Heel goed. Tik hem aan. Hop. Grimmsnaught gaat een leveltje omhoog. Nice. En dan gaan we ook Phalanx even slopen. Bam. Die is ook weg. Volgens mij is er nog maar één Pokémon over nu. Hij heeft nog een Klinklang. Oh ja. Golisopod is er natuurlijk ook nog. Die was net gevlucht. Oké, doe jij je aanval op Klinklang? Doe jij snipeshot op Klinklang? Snap je nog steeds hoe dit werkt? Heel goed. Heel goed. Lekker, Italian. Kijk, nu kunnen we ze, denk ik, allebei tegelijk slopen. Dit gaat helemaal goed komen. Ja hoor. Lekker. Heel goed, Hop. Nu
snap je het. Lekker. Zo doen we dit. Gewoon als een team, jongens. Toxtricity krijgt maar liefst 5853 XP. Holy macaroni. Ja, vriendjes. Nu hebben wij jullie allebei verslagen. Wat gaan jullie nu doen dan? Ga maar gewoon terug naar jullie koninkrijkje. En Hop zegt, ja, het is gelukt. We hebben echt gewonnen. En Swordward die zegt, onze super Pokémon die hebben echt verloren. Jullie hebben alleen maar gewonnen omdat jullie samen hebben gedaan. Maar toch, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. En Piers zegt, ja, maar jullie hebben toch ook samen gespeeld? Inderdaad, Piers. En Hop zegt, geef ons nu dat verroeste schild terug. En stop ermee dat Pokémon gek gaan worden. Dat Pokémon gaan Dynamaxen tegen hun wil in. En de assistent wil ook even wat zeggen. Sorry dat ik er even tussen kom, zegt ze. En Sonja zegt, deze mannen zijn gevaarlijk. Doe rustig, kijk uit. Swordward zegt, goed gedaan. Je infiltratiemissie is een succes geworden, hè? Heb je de Wishing Stars? Wat? Nee! Deze assistent heeft ons gewoon genaaid. Wat? Oeh, waarom doe je dit? Ja, dankzij meester Swordward en Shubert. Jullie hebben mij zoveel tijd gegeven dat het me is gelukt. En ze geeft de Wishing Stars aan... Nee. Sonja zegt ook, nee, stop, geef het terug. Geef die Wishing Stars terug. Oh, nee. Swordward zegt... Dat is ongeveer de manier waarop hij lacht. Dit moment is zo zoet. Ik doe later wat suiker in mijn thee. Ah, onze battle was gewoon een truc. We hadden al gewonnen voordat jij een pokeball had gepakt. En met daarmee, vaarwel. Yo, nee. Jij stomme nep-assistent, die zegt, professor Sonja, het spijt me. Ja, het spijt je. Doe eens normaal. Je kan niet zomaar dingen doen en dan zeggen, het spijt me. En dan opeens verwachten dat alles weer helemaal goed is. Zo werkt het niet in het leven. Gewoon even nadenken van tevoren. Ze zegt, ja, je kon er niks aan doen. Dit was allemaal noodzakelijk voor het plan. Ons plan om Galar onder de controle te krijgen van de koninklijke adel. Nee, joh. Oh, oh, oh. Sonja, trek het je alsjeblieft niet aan. Sonja zegt niks meer. Oh, die voelt echt, ze voelt zich echt alsof ze gefaald heeft, denk ik. Nou, laten we erachteraan gaan, Piers en Hop en Magnolia misschien. Sonja zegt, wacht! Jullie ging toch niet weg voordat je überhaupt iets had gezegd? Jij wilde niet met mij praten, Sonja. We wilden het niet erger maken. Sonja zegt, ja, natuurlijk ben ik een beetje down. Het is mijn schuld. Maar dit is het. Ik ga mezelf niet meer zielig vinden. Hier zit een levensles in, jongens. Ook al zit het soms tegen in het leven, probeer niet jezelf zielig te vinden. Probeer gewoon er weer tegenaan te gaan. En desnoods praat gewoon met mensen, inderdaad. Zoals Sonja nu ook doet. Als je denkt van ik zie het allemaal even niet meer zitten. Praat met mensen en zorg ervoor dat je er weer bovenop komt. Het zou verschrikkelijk zijn als de Wishing Stars worden gebruikt door slechte mensen. Dus ik kan me niet down voelen. Pierce zegt, ah, dat doe je goed, dat doe je goed. Je bent stoere chick, Sonja. En daar is Magnolia. Dynamaxen is de ware kracht van de band tussen een Pokémon en zijn trainer. Maar deze groep, die gaat Galar kapot maken als ze de Wishing Stars gebruiken om Pokémon te laten Dynamaxen. En dat is inderdaad echt verschrikkelijk. Dat ze de Wishing Stars hebben gestolen was nog maar het begin. Dingen kunnen echt verschrikkelijk worden vanaf hier. En Sonja vraagt zich af, waarom? Waarom willen ze dit doen? En Hop zegt, ja, die weirdo's, die willen de ware natuur laten zien van Zacian en Zamazenta. Ja, dat is het. Sonja zegt, Rick, kijk even naar je townmap. Er zijn nieuwe reacties in andere stadion gebeurd. En Piers zegt, ah, ze nieuwe dingen zijn gebeurd, dan moet Marnie misschien wel in problemen zijn. En nog steeds zegt Sonja, nee, Spikemut. En Spikemut gaat het goed, want daar is geen powerspot. Dus daar gaat het goed. Hop zegt, als er echt problemen zijn, waarom zijn we nog hier? Laten we doorgaan. Ja, inderdaad, laten we doorgaan. Laten we die Dynamax Pokémon gaan helpen. En daarvoor moeten we nu naar Hammerlock, naar Kirchester en naar Ballonlea. Laten we eerst naar Ballonlea gaan. Dit is nog wel echt steeds de mooiste plek in deze Pokémon game. Ik vind dit zo'n fantastisch dorpje. Dit is zo mooi gemaakt. Ik denk dat Ballonlea mijn favoriete dorp is in Pokémon ooit. Gewoon alle Pokémon games bij elkaar. Ja, en als het goed is, is hier nu de gymleader geworden. Ja hoor, kijk, daar is die. Die zegt, hé, hey, wat doen jullie hier? En Hop zegt, wat is er gebeurd met de Dynamax Pokémon? En BD zegt, je denkt dat ik, de ultieme Fairy-type gymleader, moeite zou hebben met dat soort problemen? En Hop zegt, oh ja, je bent de gymleader nu. Ik weet niet of je echt ultiem bent, maar je bent de gymleader. BD zegt van, nou, je kwam hier toch niet om te helpen. Allereerst ben je een beetje laat. En daarnaast heb ik geen hulp nodig. Wat? Piers zegt ook, wat een arrogante gymleader is dit. Man, man, man. BD zegt, ja, Oliana die heeft me erin geluisterd. Vanaf nu beslis ik wat ik doe met mijn leven. En nu wil ik een battle met jou, Rickachu. Hop zegt, ja, maar nu is het niet de tijd. We moeten die Dynamax Pokémon gaan fixen. En Opal die zegt, ja, BD heeft al 3 Dynamax Pokémon gefixt. Wat? Doet BD het echt alleen? Is BD echt zo goed geworden? Nee, joh. Wauw, oké, BD. Dus we gaan gewoon een battle doen nu. Nou, let's go. Laten we die battle doen dan. Ik heb sowieso Toxtricity al op plek 1 gezet. Daar is
is die weer hoor. Gekke BD. Jonge, jonge. Begin met een Mawaal. BD fix gewoon even die Dynamax Pokémon allemaal in zijn eentje, joh. Ja, alleen is het balen. Dan heb ik dus nu Toxtricity op 1 gezet. Maar BD kunnen we niet slopen met een Poison Move. Maar wel gewoon rustig aan met Overdrive. Sorry, jouw Mawaal is blijkbaar gewoon niet zo goed of zo? Nu Gardevoir. Daar is die. Gardevoir. Dan ga ik nu wel even Poison Jab doen, want die is super effectief. Let's go, Toxtricity. Oké, we slopen hem niet in één keer. Wat ga je nu doen? Oh, Future Sight. Oh, dat is wel naar. Dan krijgen we straks nog even een aanval op onze bakkes. Oh, BD gaat even de Full Restore geven. Oké. Come on, Poison Jab. Ah, bijna. En ja, hij is wel poison, maar waarschijnlijk houdt die toch nog een paar HP's over. Kijken. Oh, nee. Het is klaar met Gardevoir. Lekker. Dat scheelt weer een bird. Nice. Rillaboom gaat ondertussen naar level 62, die we Boom Burst leren. Dat is een normal type attack. Ja, die is wel een behoorlijk stukje sterker dan Double Hit. Dus prima, laten we dat doen. Hoppa, Boom Burst. Nu Rapidash. Rapidash is de volgende. Dan ga ik opnieuw Poison Jab proberen. Oeh, hij begint met Psycho Cut. Ja, dat doet pijn. En dan worden we waarschijnlijk straks gesloopt door de Future Sight aanval. Dit is denk ik het einde. Ja, dit is het einde van Toxtricity. Oh, nee. Sorry, jongen. Nou, weet je wat? Dan gooi ik gewoon weer Eternatus eruit. Cross Poison. Bam. Bye-bye, Rapidash. Doei, Unicorn Pokémon. Ik vind Ponyta toch eigenlijk veel leuker, dus ja. Hier, dit is je laatste Pokémon, BD. En BD zegt ook, ja, het zou wel eens kunnen dat jij de sterkste kampioen ooit in Galar bent. Daar is ze, Hatterene. Zolang zij geen move kan doen, zolang zij geen Fairy-type move kan doen, is het prima. Maar Fairy-type moves zijn natuurlijk wel super effectief op Eternatus. Maar goed, ze doet Calm Mind, dus ik vind het helemaal prima. Helemaal goed, dan kunnen we je nu kapot maken. Dankjewel, BD, dat je eventjes mij niet aanvalt. Dat vind ik echt super aardig van je. Surface gaat een leveltje omhoog. Al mijn Pokémon zijn level 60 of hoger ondertussen, dus dat is chill. En dan hebben we Gym Leader BD verslagen. Sorry, BD. Dit moet een vergissing zijn. Ik ben de Gym Leader. Ja, je had ons ook gewoon kunnen laten helpen, vriend. BD zegt dankjewel voor deze battle. Nu kan ik je pas echt accepteren als de kampioen. Het is moeilijk om toe te geven, maar ik ben een paar van mijn zwakheden tegengekomen. Ik zal sterker worden. Ik zal het beste worden wat Fairy Types kunnen doen. En we krijgen ook zijn zeldzame Leecard. Nou, dankjewel BD. Nu, als gymleader zal ik het stadion op gaan ruimen. En Opal zegt, dat was een perfect roze Pokémon battle. We krijgen ook even de rare gym kaart van... De zeldzame kaart van Opal. Hop zegt, ja, BD kan soms zelf onuitstaanbaar zijn, maar echt. Het is wel een sterke trainer. Inderdaad, het is op zich wel een sterk trainertje. Dat is waar. Pier zegt, als jullie blijven praten, dan ga ik lekker een kopje thee halen of zo. Hop zegt, door naar de volgende. Ja, inderdaad, laten we doorgaan naar het volgende stadion. We moeten nog 3 stadions even fixen. Pier zegt, laten we de tempo opschroeven. Ja, dat lijkt me een goed plan. Laten we naar het volgende stadion gaan. En dat is het stadion in Stow-on-Side. Yes, laten we naar het stadion gaan. Maar deze 3 battles gaan we doen in de volgende aflevering van Pokémon Sword op dit kanaal. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je van Pokémon en Nintendo houdt. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!